Goedemorgen en welkom bij de vierde van zes Christiaans webinars, waar we een inleiding geven tot diverse Microsoft 365-producten. Naast Microsoft 365 kan u hoofdzakelijk bij Christiaans terecht voor Dynamics 365 Business Central, als ook Cloud and Managed Services. Waar we ons bij Cloud vooral toespitsen op Microsoft Azure, spitsen we ons wat Managed Services betreft toe of verschillende partners, zoals HP, VMware, Veeam, SonicWall en F-Secure. Ik ben Wouter, meer dan 12 jaar werkzaam bij Christiaans als System Engineer en nu als Cloud Engineer met de focus op Modern Workplace. U kan mij voor vragen met betrekking tot Modern Workplace bereiken op modernworkplace@christiaans.net. Via onze website www.christiaans.net kan u ook nog inschrijven voor een van de aankomende webinars. Deze zijn Inleiding tot Forms en Power Automate. U kan de link bij de aankondigingen ook terugvinden. Deze webinar is voorzien van een Q&A-sectie die opgevolgd wordt door mijn collega Juri. Hebt u dus vragen? Aarzel niet. Op het einde kijken we dan om deze te beantwoorden. De webinar wordt ook opgenomen en nadien ter beschikking gesteld. Dan kunnen we van start met de inleiding tot OneDrive. Zo. Nu, vandaag gaan we het hebben over wat is OneDrive, welke versies hebben we en hoe starten we deze op, hoe stellen we de synchronisatie met onze eigen toestellen in, zodat we er via de verkenner aan kunnen. Welke opties hebben we op onze eigen toestellen en hoe delen we en werken we samen in documenten? We eindigen dan met een samenvatting en natuurlijk de Q&A. Nu, wat is OneDrive? OneDrive is net zoals Microsoft Teams een laag bovenop SharePoint. Het is een app die we, zoals zijn tegenhangers Google Drive en Dropbox, kunnen gebruiken voor het opslaan van documenten en dit op een centrale plaats. Nu, sinds de reclamejongens ze apps en cloud zijn beginnen noemen, verkopen ze alvast beter, maar achterliggend zijn het nog steeds programma's en centrale computers of servers, zoals we deze ze in de vorige eeuw ook al gebruikten. De OneDrive-app is dus een programma waarmee je verbindt naar een computer die in een fysiek datacenter van Microsoft staat, zoals we er hebben in Amsterdam en Dublin. Het voordeel ervan is dat als je er iets opzet, je er zo ongeveer van overal wel aan kan. Zij het je eigen computer, die van je werk of je mobiel toestel, zoals je tablet en smartphone. En we hoeven dat ook niet op al onze toestellen alle data te downloaden of zelf maar zichtbaar te zetten. We kunnen dus perfect op het ene toestel folders A, B, C zichtbaar maken, terwijl dat op onze PC E en F is. Terwijl ze wel achterliggend in dezelfde OneDrive zitten. Alsook is het een afgeschermde SharePoint-site, dus enkel jij hebt er toegang tot, maar je kan wel de inhoud ervan delen met anderen, als ook erin samenwerken. En OneDrive komt in twee versies, afhankelijk van welke account waar je mee inlogt, namelijk OneDrive en OneDrive for Business. Ik ben bijvoorbeeld hier ingelogd op office.com, met de account van mijn werk- of schoolomgeving, terwijl ik hier een tweede opengezet heb die ingelogd is met een Gmail-account. Wanneer we in de linkerkant klikken op OneDrive of via de apps gaan, dan kunnen we OneDrive opstarten. Deze is de layout van de For Business variant, terwijl dat deze de inhoud is van de persoonlijke variant. Je kan er ook naartoe natuurlijk door rechtstreeks te surfen via OneDrive. Kom. En dan kom je rechtstreeks in deze weergave terecht. Dus, belangrijk om te onthouden, afhankelijk van welke account waarmee je inlogt, komt u in een persoonlijke of in uw voor business OneDrive.
Hier zien we dat we de mogelijkheid hebben om nieuwe bestanden aan te maken, zoals standaard Office apps, als ook een map. Je kan natuurlijk ook bestanden uploaden en mappen uploaden, of gewoonweg door een document te verplaatsen. En hier heb ik al eentje. En ik vervang hem. Dus je kan er ook gewoon naartoe slepen. In de linkerkolom hebben we mijn bestanden, recente foto's, gedeeld en prullenbak, waarbij recent zaken zijn waar u laatst aan gewerkt hebt. Foto's, zoals bijvoorbeeld degene die u synchroniseert met de gsm, kunnen hierin terechtkomen. En dan hebt u ook nog gedeeld. Deze die in de OneDrive, de persoonlijke, gedeeld zijn door mij. In de OneDrive persoonlijke gedeeld door mij, terwijl dat in de OneDrive voor Business bij gedeeld gaat over gedeeld door u en gedeeld met u. Dus hier hebt u iets meer zaken dat u kan zien die gedeeld zijn. Nog een verschil tussen de OneDrive zoals u deze in de persoonlijke variant hebt en deze van de voor Business, is dat u via mijn bestanden hier bovenaan automatiseren hebt en aan de hand van Power Automate nog extra bewerkingen kan doen. Ook hebben we hier de gedeelde bibliotheken, dat zijn de SharePoints en Teams, zoals we die kennen uit SharePoint en Teams natuurlijk. Deze zijn bijvoorbeeld, als ik hier opleiding aanklik, dan komt dit overeen met onze Teams en daarin opleiding. Dus als we deze even naast elkaar zetten. En ik ga naar algemeen bestanden. Dan komt dat overeen met de map general. Dit noemt altijd general, dat staat niet, of dat is niet afhankelijk van taal. En als ik kijk naar een teamsite, dan hebben we documenten en dan zien we hier de onderverdeling per kanaal. Als ik hier hetzelfde doe, algemeen en bestanden, dan ziet u dat ik algemeen, general en planning heb. Let wel, als ik in OneDrive een nieuwe map zou creëren, dan maak ik in Teams geen extra kanaal aan. Als u daar wel zo in wilt, dan zal u dat moeten doen via Teams en dan hier een kanaal toevoegen. Wat de SharePoint-documenten dan betreft, zoals bijvoorbeeld Christiaans webinars, dan komt dit overeen met een SharePoint-site. Even tonen. En dan wat er staat onder het onderdeeltje documenten. En natuurlijk hebben we hier bovenaan ook terug een zoekfunctie die over al deze verschillende bibliotheken kan zoeken naar de documenten die we willen. Mocht u bijvoorbeeld niet meer weten waar eentje staat, dan kunnen we op die manier deze terugvinden. En bij zowel SharePoint als Teams hebben we nog een extra optie, namelijk exporteren naar Excel. Als we dit uitvoeren op dit niveau, dan genereren we een Excel, waarin we dan eigenlijk de volledige structuur en de onderliggende mappen te zien krijgen met aanklikbare links. Mocht het interessant zijn. En natuurlijk hebben we dan ook nog de optie om te synchroniseren met ons toestel, zowel uit mijn bestanden, SharePoint als Teams. En dit brengt ons dan ook over naar synchronisatie. Dit zorgt ervoor dat we eigenlijk in de verkenner extra locaties bij krijgen. Ik ga even naar student 2 en open zijn verkenner.
Deze is momenteel blanco. En als ik dan naar de OneDrive voor Business ga en hier klik op synchroniseren. Zo. Dan krijgen we de optie om één de versie van OneDrive te downloaden en ook dus om hier onze account in te stellen. We loggen in. En dan geven we ook nog het wachtwoord op. En eenmaal we ingelogd zijn, gaan we dan ook de mogelijkheid hebben om de locatie aan te passen. Stel dat we deze bijvoorbeeld onder documenten willen hebben in een andere map. Nu, weet wel, de naam van de OneDrive-map is niet te kiezen. U kiest enkel de locatie waar u deze opslaat. Dus als we hier gaan naar volgende. En dan de informatie wat doorklikken. Dan kunnen we dus hier de OneDrive-folder erbij zien komen met de inhoud. Als we dan via de gewone OneDrive zouden gaan, dan krijgen we er een andere rubriek. Ik toon het even langs hier. Waar ik met mijn CHR docentaccount ook gekozen heb om te synchroniseren. Alhoewel dat ik hier deze optie niet heb, moet ik in de persoonlijke OneDrive hier links onderaan de OneDrive apps downloaden. We gaan even over naar België-Nederland. Dus we hebben hier de optie om te downloaden. En als we vervolgens op start klikken, dan hebben we hier de optie om onze persoonlijke account in te stellen. We doorlopen de installatie, kiezen opnieuw het pad. En dan zien we hier aan de linkerkant de OneDrive Personal erbij komen. Verschil is dus voor business dat OneDrive de achtervoegsel van de firmanaam neemt en bij de persoonlijke altijd er personal achter zet. Wat SharePoint betreft, naar SharePoint gaan, dan hebben we hier bijvoorbeeld opleiding. Zo, we gaan naar documenten. En we kiezen hiervoor synchroniseren. Nu, we hebben al de OneDrive gedownload. De app, wil ik zeggen. Dus hij zal hier dan in verder gaan. En ons hier in de linkerkant, in de verkenner, de extra rubriek Contoso. Dat is de firmanaam met een ander icoontje. En dan de map uit opleiding, documenten, die we aangeklikt hebben om te synchroniseren. En dit komt dan ook overeen met wat we via Teams kunnen doen. Via Teams kan ik naar een kanaal gaan, bestanden, en op synchronisering klikken. Het enige is nu wel, ik heb al opleidingdocumenten met general of dus algemeen en de verschillende kanalen al gedownload. Dus als ik hier op synchroniseren ga klikken, dan ga ik een foutmelding krijgen dat hij het al aan het downloaden is. Of dat hij het al synchroniseert. Ik heb dit bij docent wat uitgetest. En heb eerst een lager niveau gesynchroniseerd. En dan een hoger niveau. Het resultaat is dat die mappen van de lagere niveaus blijven staan, maar de synchronisatie gestopt is. Dus als een hoger niveau gesynchroniseerd wordt, dan neemt deze over. Dus die mappen bij mij zouden eigenlijk weg moeten of weg mogen, omdat ze niet meer up-to-date zijn. Ik kan wel aan de inhoud via doorklikken op het hogere niveau. Met andere woorden, denk goed na over hoe je het wil. Wil je synchronisatie vanuit SharePoint of wil je het juist vanuit Teams? Afhankelijk daarvan verandert dan de layout hier. Stel dat ik dan ook
met meerdere firma's werk, zoals bijvoorbeeld hier in dit geval met Contoso en Christiaans, dan krijg ik dit als volgt. Wouter heeft de map testfolder gedeeld met administrator hier, met de docent. En dan heeft de docent op synchroniseren geklikt en dan hebben we dit. Of dan hebben we dit. Als de docent hier dan een nieuwe map zou maken, of een nieuw document zou maken, en Wouter gaat gaan kijken in zijn map, dus dit is mijn persoonlijke verkenner, waar ik in die testfolder zit, dan zie ik dat dat document er al bij gekomen is. Dus in de verkenner zelf zitten we dan. Even naar hier. Zo. Dan hebben we hier een kolom bij met de status. Die statussen willen bijvoorbeeld zeggen, als ik hier iets wijzig, dan wordt dit twee pijltjes. Dat wil zeggen dat dit document aan het synchroniseren was. Als ik een wolkje heb, wil dat zeggen dat het document online aanwezig is, maar dat het momenteel geen ruimte inneemt op mijn eigen toestel. Als ik deze dubbelklik, dan opent die zich en dan zal het document zich ook downloaden. En een gedownload document krijgt dan een groen bolletje. Stel, ik wil deze niet meer zien, dan ga ik aan de hand van de rechtermuisknop op het document beide opties de mogelijkheid hebben om ruimte vrij te maken. Hij synchroniseert en hij gaat dit terug online zetten. Dit is vooral handig voor mensen die met schijven werken die een kleinere inhoud hebben dan al hun data. Op die manier heb je toch een overzicht van al je data, terwijl je niet alles effectief moet downloaden op je systeem. Dan merkt u hier ook op dat we een bolletje hebben, een witte binnenkant en eentje met een groene binnenkant. Dat is de optie via de rechtermuisknop Always keep on this device of altijd lokaal bewaren. Dit is eigenlijk identiek hetzelfde als een wit bolletje, maar het verschil zit erin in dat er een ingebouwde functie in OneDrive is die bij documenten, of bij plaatsgebruik beter gezegd, de oudste documenten die gedownload zijn, terug online gaat zetten. Dus ruimte gaat vrijmaken. Hij gaat dat niet doen van bestanden die je altijd offline bewaart. Je hebt misschien al gemerkt dat hier een ventje achter staat. Nu, je trekt misschien wat meer op een slotje. Lokaal bij mij ziet dat er duidelijk een ventje uit. Dit wil zeggen dat het een document is die de status gedeeld heeft met iemand anders. Dus als ik bijvoorbeeld in mijn OneDrive kijk. Mijn persoonlijke, ja, dan zie ik dat map 1 en presentatie gedeeld zijn. Andere opties die we hebben op een document zijn als het Office documenten zijn, zoals Excel en Word, dan hebben we hier de optie om de versiehistoriek en ook online weer te geven. Dus indien het een Office document is, komen we in de Office app terecht. Juist. Dit komt omdat ik hier moet laatst een iets aangeklikt hebben. Zo. En dan view online. Ja. Dus dan kom ik rechtstreeks in de online Excel terecht. Doe ik dat op een niet-office view online, dan ga ik in de weergave terechtkomen. Dit is dezelfde plaats, moest ik het op een map gedaan hebben. Een andere optie die we hebben is de versiegeschiedenis. Dus, waarbij we zien wanneer welke student in dit geval een aanpassing gedaan heeft. Ik kan via die drie puntjes kiezen om dit te herstellen. Let wel, als ik het op deze manier doe, dan overschrijf ik het document. Als u nog herinnert uit de SharePoint en Teams webinar, als we daar een herstelling uitvoeren, dan krijgen we een nieuwe versie. In OneDrive wordt het overschreven. En dan hebben we nog één iets en dat is delen.
Maar ik ga eerst u even naar hier brengen, onderaan, waar we de opties hebben. De witte wolkjes zijn voor de persoonlijke OneDrive, terwijl de blauwe over de for business variant gaan. We kunnen langs hier zien wat er laatst bewerkt is. Is die up-to-date? En we kunnen opnieuw onze verkenner openen. Online weergeven, zoals je daarnet gezien hebt. En dan ook de settings. Terwijl dat we dat bij het OneDrive voor de persoonlijke niet hebben hier. Maar wel de mogelijkheid om het abonnement aan te kopen. Of een abonnement aan te kopen. Via de settings zelf zien we dat we ook rechtstreeks naar de verschillende rubrieken kunnen springen. Die brengt ons dan naar hier. En dan hebben we natuurlijk ook settings. Ik zet deze even naast elkaar. En breng u al naar het eerste scherm settings. Deze zijn zo goed als hetzelfde, behalve dat we hier bij de persoonlijke OneDrive nog de optie hebben om ons te verwittigen wanneer we een grote hoeveelheid aan data verwijderen. Voor de rest hebben we hier nog opties zoals het automatisch opstarten met Windows. OneDrive is een van de weinige die ik daar toelating tot geef. Via account zien we hoeveel ruimte we ingebruiken. Standaard hebt u dus 1 tera aan data die u kan op een for business plaatsen, terwijl dat in de gratis OneDrive slechts 5 gigabyte is. Hier hebben we ook de optie om een account toe te voegen. Als we hier een account toevoegen en dan bijvoorbeeld een ander e-mailadres opgeven, zoals ik hier gedaan heb met student 1, dan krijgen we een extra icoontje en een extra settingstap. Let wel, de namen blijven hetzelfde. Dat is ook de reden waarom ik hier 2 keer OneDrive Contoso staan heb. En dan hebben we ook hier de mogelijkheid om folders te kiezen. Dat hebben we hier ook. Stel nu bijvoorbeeld, dit is mijn privé-account. En ik heb eigenlijk geen nood aan effectief al mijn privé-documenten. Dan kan ik hier zaken afvinken en opslaan. En deze zullen dan niet zichtbaar zijn op dit toestel. Stel, u hebt bijvoorbeeld een werktoestel en een privé-toestel. U kan dus zeggen, zoals in het begin gezegd, folders 1, 2, 3, 4, 5, zichtbaar op mijn thuis-pc, 6, 7, 8, 9 op mijn werk-pc. En dan natuurlijk ook de mogelijkheid om synchronisatie te stoppen, indien we bijvoorbeeld hier niet meer willen documenten delen. Ik toon het ook even langs hier. In mijn voorbeeld heb ik u gezegd dat general en planning niet meer gesynchroniseerd werden. Dit komt ook overeen. Ze staan hier niet als aparte rubrieken, terwijl documenten hier wel staat. Opleiding documenten staat hier ook, maar dus deze zijn opgenomen door het bovenliggende niveau. Vervolgens hebben we dan ook nog backup. Dat is wel een functie die ik niet gebruik, maar moest u bijvoorbeeld thuis 1 toestel hebben, dan kan u uw desktop, documents en afbeeldingfolder naar OneDrive laten backuppen. Of stel, u werkt client-server, waarbij al uw data in Office 365 zit, dus het servergedeelte is Office 365, dan zou u ook desktop, documents en pictures als backup kunnen instellen. Vanaf dat u met meerdere toestellen werkt, kan het ambetant zijn dat uw documenten van het ene toestel gewoon op het andere ook zichtbaar zijn. Zit u bij tragere netwerken, dan hebt u ook de mogelijkheid om de bandbreedte in te stellen. Let wel, dit gaat natuurlijk de performantie aanpassen. Andere settings, zoals bij Office, stellen u in staat om samen te werken in een document en wijzigingen direct te synchroniseren. Dit laat ik altijd aanstaan. En dan hebben we nog About, waar dat u wat extra informatie over OneDrive kan terugvinden. Dit wat settings betreft. En andere opties zijn, zoals ze zegt, View Online.
het onderbreken van synchroniseren. Stel, u werkt met een hotspot, dan kan dat wel voordelig zijn voor uw bandbreedte en rekening dat u niet langer synchroniseert. Dit is in te stellen op een tijdbasis of manueel terug actief te zetten. Manage storage is wel nog een interessante. Dit hebt u enkel in de for business variant. En deze gaat u een overzicht geven. Ja, juist, excuseer. We moeten wel in de ingelogd zijn met dezelfde user. En dan komen we in een overzicht. Oh. En dan hebben we hier dus welke map bevat de meeste data. Via de settings van de persoonlijke OneDrive hebben we dat niet, maar wel terug de optie van Microsoft om een abonnement aan te kopen. Get help, send feedback en het sluiten van OneDrive, denk ik dat niet zo interessant is. We gaan dat toch niet gebruiken. En dan komen we eigenlijk aan bij effectief delen van een document. Doen we dit via de verkenner of via de webbrowser, dan gaan we eigenlijk dezelfde schermpjes doorlopen. We nemen een document naar keuze. En dan klikken we op delen. Of dus via de webbrowser. Via documenten en bestanden. Klikken we eentje aan. En dan hebben we hier van boven delen. Dan komen we dus in dit scherm terecht. Waar we gewoon iemand kiezen om mee te delen. Bijvoorbeeld student 5. We kunnen nog een bericht meesturen. Excuseer. We kunnen nog een bericht meesturen. Zo. En op verzenden klikken. De ontvanger zal dan, zoals we hier kunnen zien. Een mailtje krijgen met het document die gedeeld is. Dus student 3 in dit geval heeft het document We Make Technology Work gedeeld met ons. En langs deze manier kunnen we het openen. Stel, ik wil met een extern persoon delen. Dan krijgen we hier nu wel een foutmelding dat de persoon zich buiten de organisatie bevindt. Dit komt door dit. Momenteel is de link enkel te genereren binnen de firma. Dus als we daarop klikken, dan hebben we andere opties. En dan nemen we in dit geval specifiek en laten we toe van te bewerken. Bevestigen we. En dan wordt de foutmelding een waarschuwing. En dan kunnen we opnieuw versturen. We hebben hier ook de optie om te kopiëren van de link. En dan krijgen we gewoon een standaard link die we dan in een mailtje manueel kunnen plakken en nog bewerken. Nu, dit is op mijn testserver iets anders dan lokaal. In de zin dat hier in mijn lokale omgeving ik een document ook kan delen op dezelfde manier. Maar ik nog de optie heb om dit direct in Outlook te openen. Dus als ik hier zeg. Mijn andere gebruiker. Ik kies opnieuw specifiek en ik laat toe van te bewerken. Dan kan ik hier Outlook aanklikken. En dan opent er zich een mailtje. Dan hebben we dus een document gedeeld en dan beslissen we natuurlijk om die te openen. Op die manier komen we in de juiste omgeving terecht. Stel, ik wil rechten beheren en dus terug afnemen van iemand. Ik ga naar mijn bestanden, ik ga naar gedeeld. Gedeeld door u. Dan klik ik het document aan
toegang beheren of hier op het i'tje toegang beheren. En dan kunnen we hier vervolgens mensen toevoegen of terug wegnemen. Indien het enkel over een link gaat, dan kunnen we die wegsmeten. Dit komt ook overeen met wat we via de persoonlijke OneDrive kunnen. Via gedeeld hebben we hier een document. En de mogelijkheid de toegang te beheren. Zo. Dit is enkel een koppeling, dus we kunnen die koppeling wegsmeten. Het document zal dan natuurlijk ook hier weggaan. En dan ga ik u nog kort even tonen hoe samenwerking terug in elkaar zit. Dit komt overeen met SharePoint en Teams. Onze student 3 gaat naar zijn OneDrive. Student 4 zit al in een document en kiest bijvoorbeeld om in de desktop-app te werken. Dus terwijl Word hier opstart, zitten we hier in OneDrive. We gaan naar, in dit geval, een team. En we gaan hetzelfde document openen. Dan zal student 4 in dit geval via delen, hier bovenaan, zien wie er momenteel allemaal in het document aanwezig is. Student 3 ziet dit bijvoorbeeld hier ook van boven. En als nu nog onze docent met zijn persoonlijke account. Kiest om deze ook te openen. Ja, hier. Make Technology Work open. Dan gaat Google even melden dat hij het niet vertrouwt. Maar dan kunnen we wel verder na nog even een code te versturen. Die code kan wel in uw spambox terechtkomen, dus die moet u aanduiden als geen spam. En dan gaan we ook doorgaan naar het document. En eenmaal dit ingeladen is, zo, dan zal bijvoorbeeld student 4 ook zien dat de externe gebruiker erbij gekomen is. Let wel op, binnen OneDrive heb je niet de mogelijkheid zoals je dat hebt binnen Teams en SharePoint om het document uit te checken. Dus als je dat wil doen, het uitchecken van een document, dan moet je dat toch via Teams en SharePoint doen. Net wel, daar moet ik toch nog bij vermelden dat ik nu hierover spreek. Via mijn bestanden hebt u niet de optie om uit te checken. Als u gaat naar effectieve gedeelde bibliotheek, dan blijft u wel nog de optie hebben om uit te checken. Maar dus bij bestanden in uw OneDrive hebt u dat niet. Goed, dan kom ik bij de samenvatting. Neem misschien mee dat OneDrive terug een laag is bovenop SharePoint en deze je de optie geeft om bestanden die over je volledige Office 365 verspreid zitten te beheren. Als ook in de verkenner kan je ze dus terugvinden en dit op diverse toestellen waar je zelf kan kiezen welke mappen waar zichtbaar moeten zijn. OneDrive is daarnaast ook terug een manier om bestanden met elkaar te delen en er eens samen te werken. Zeker als je geen gebruik wilt maken van SharePoint of Teams. Dan kan het voldoende zijn. Nu, SharePoint en Teams zitten wel in de meeste Microsoft-abonnementen en geven naar mijn mening wel een uitgebreidere werkomgeving met de extra functionaliteiten. Dan komen we op het einde van onze inleiding. Ik bekijk zo dadelijk de Q&A. Ik geef nog even mee dat er dus twee webinars volgen. De inleiding tot Forms en de inleiding tot Power Automate. En dat u dus voorbijkomende vragen gerust mee kan contacteren op modernworkplace@christians.net. We zien even wat de Q&A zegt.
Ja, Frank, de recording wordt gedeeld. En blijkbaar geen vragen, dus ik ga ervan uit dat het oftewel heel ingewikkeld was of heel duidelijk. Stel gerust. Goed, u weet dat ik altijd bereikbaar ben voor meer uitleg hierover. En dan zie ik jullie de volgende keer. Nog een fijne werkdag.